De Sarisgang gaat weer op de schop. De klinkers langs de winkels worden opnieuw gelegd. En de natuurstenen rand langs de goot wordt gerepareerd. De straat is meerdere keren open geweest voor de aanleg van leidingen. Maar de bestrating was niet mooi teruggelegd. Dat gaat nu alsnog gebeuren. De werkzaamheden beginnen komende maandag en duren tot eind januari. Op de Sarisgang komen hekken en winkels zijn bereikbaar met loopplanken.